Chess Hour number 17 from China, Meng Peng. And I approach the winner for the start. En de dames zijn onderweg. Voor de winnaars wachten 34 finale punten. Voor de nummer 2, 21, dan 13, 8, 5, 3. En die worden dan gevoegd bij de punten van Tokio om te bepalen wie er bij de eerste 8 van het klassement voor de winnaars van de kwalificatie staan. En natuurlijk zijn er gewoon welke punten en de bijbehorende dollars te verdienen. En die minder dan 5 van de 6 schudden ook in Borneo in de finale. Het enige verschil is dat toen China ook nog Xiaowei Zeng in de finale had staan, haar plaats wordt overgenomen door de Amerikaanse RSUV. In Borneo was Yin eerste, Zoi tweede en Jan derde. Start position
Beauty Faith to stop position number 5 from China, Yingling. Then stop position 6, stop position number 6 from Korea, Hoseung Lee. En we zijn van start met 6 rijders in de finale. Het klassement van de dames heeft nu nog de hoed. Dat weet, het is een wedstrijd over 2 ronden. De eerste ronde van het Scorpio en de tweede hier. Het dames zei ik al dat 5 van de 6 finalisten ook vorige keer erbij waren. Dat betekent dat die Olympische kwalificatie is gewonnen door Soon Yu-Yin met 68 punten, gevolgd door Meng Wang met 26. Dan hebben we Veuken Zoi met 24. Een gedeelde vierde plaats voor Soon Sa-Yun en Yang Yang met 21. En vervolgens hebben we nog met 5 finale punten als Weber en met 3 van Romeo Cheng. Dat betekent dat zowel Korea als China voldoen aan de eis voor de maximale deelnemersaantal van deze afstand. Zijn er allebei 3 rijsters bij de eerste 8. En we hebben ook ons nog 800 te gaan in deze finale 1500 meter. Waarin de deelnemers wel heel afgesloten bij elkaar zit. Nummer 37, Maxime Chatonier van Frankrijk erbij heeft genomen. Maar nu ingewakeld de eerste positie, doordat in Chinese aanvalling plaatsgevonden. Nummer 26, Anthony, heeft de leiding al gedaan. Jingbin ook op. Maxime Chatonier, nu naar de plaats gewezen, want het is de nummer 25, Jan Dolly, die de leiding heeft genomen. Jingbin in tweede positie, Maxime Chatonier daarachter. En dan krijgen we de 2 rijders in het bouw. En dat zijn de nummer 7 en 8 van de Hilsal aan de Korea. Die in 4 positie krijgt en in 5 positie op zoek Lee. Rijk wordt gesloten, Nicola Onka in 6e positie.
Stem behind the platform. Song Yo Yin, Meng Wang and Chung San Yung. Second place.